Beste mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering op mijn kanaal. Mijn naam is Valentin ofwel Gamova en we gaan vandaag lekker verder met Constructie Simulator. We gaan lekker meteen in de game en we gaan lekker beginnen. Want de vorige aflevering dacht ik, what the fuck, waar moet ik dat kopen? En toen kreeg ik een tip in de Discord. Trouwens, als je in de Discord wil, dat kan. Even in de beschrijving, kijk, staat de link. Als je het niet doet, laat het even weten. Maar ik kreeg dus een tip van, je moet in de houtzagerij iets kopen. Een pakket moet je kopen. Dus daar ben ik nu achter gekomen. Dankjewel. Xan was dat geloof ik die dat heeft gezegd. Dankjewel voor de tip, jongen. Want nu kan ik eindelijk verder. Ik ga dit kopen voor 5000 euro'tjes. Yes. En dat hebben we nu gedaan. En dan zou dat hier ergens moeten liggen. Nou, zullen we eens even kijken of dat dan daadwerkelijk zo is. Ik ga in de trekker. En dan gaan we even kijken of dat ook zo is. Nou, ik weet niet waar we dat dan moeten gaan vinden. Ik denk dat het toch handiger is om eventjes deze view te pakken. En dan ga ik het eventjes... Wacht even, is dit het? Jongens, volgens mij is dit het. Ja, dit is het. Ik heb het gevonden. Godzijdank, ik ben zo blij. We kunnen eindelijk verder. Ik heb godzijdank ook de mobiele hijskraan hier neergezet. Dus, ik heb toch nog iets goed gedaan. Daar ben ik hartstikke blij om. Dus we gaan het gelijk erop gooien. Hoppatee, op de oplegger. En we gaan beginnen met de bouw. Of tenminste, we zijn natuurlijk al bezig. Maar we zitten trouwens op 67% van de bouw. Ik ga hem hier zo neerzetten. En dan hoop ik dat dat kan. Maar volgens mij wel. Dat moet wel lukken. Jongens, laat me even weten hoe je dag was. Vind ik hartstikke leuk. Vind ik hartstikke fijn. Daar ben ik altijd benieuwd naar. Naar hoe de dag was van mijn volgers. Want jullie zijn heel belangrijk voor mij. Ik hou van jullie. We gaan nu, als ik heel goed kan kijken, yes, dit is hem, juist. En dan is het nu hopen dat hij daarop kan. Want anders hebben we nog een probleem. Oh god, hij kan erop, denk ik. Ja, even draaien. En dan gaan we hem rustig laten zakken. Rustig laten zakken, daar gaat hij. 1, 2. Yes, jongens, hij kan erop. It's a miracle. Rijstand. Nou, dan gaan we switchen in de trekker. En dan gaan we gewoon weer lekker naar het vliegtuig toe. Of nou ja, naar de halve hangar moet ik zeggen. Want we zitten natuurlijk nog midden in de bouw. En dan gaan we eens even kijken waar we dit allemaal weer kwijt moeten. Yes, daar zijn we weer. We zijn aangekomen. We hebben natuurlijk al heel wat machines staan zo te zien. Maar dat geeft helemaal niks. Want we moeten in de... Of nou, we moeten, we kunnen. In de kraan. Dan ga ik het even hiermee doen. En ik hoop dat ik daarbij kom. We hebben natuurlijk ook al een stuk van de wanden liggen. Nou, dat scheelt alweer een beetje. Dat hoeven we dan niet meer op te halen. Kijk, daar gaan we. Lekker zakken met dat ding. Hoppatee. Zakken, zakken, zakken. En daar gaan we. Moet even oppassen dat hij... Oh god, ik ben het al aan het beschadigen, geloof ik. Even oppassen voor mijn apparaten. Dat zou zonde zijn natuurlijk. Yes, daar gaat hij. Kijk, dat is het. Daar gaan we, jongens. Nu kunnen we verder met de bouw. We zijn goed bezig. Wat is hier aan de hand? Hij moest wat hoger. Daar komt het eerste deel. Oh, ik zit bijna op de steiger ermee. We gaan hem zakken. Yes, dat is nummer 1. Nou, dat scheelt dan weer een beetje. En dan gaan we nou verder met nummer 2. We moeten er trouwens 6 in totaal doen. Dus ja, het is een hoop werk, de hangar. Maar het is wel een leuk werkje. Het is een leuke klus. Ik hoop dat jullie het ook nog steeds leuk vinden om naar te kijken. Laat het vooral eventjes weten, jongens, in de comments. Dat vind ik ontzettend leuk om te lezen, echt. We gaan even iets draaien, of hoeft dat niet? Nou, dat hoeft niet per se. Dan doe ik het wel op die manier. Ik heb wel de betonmixer, of betonmixerpomp, zo heet dat apparaat. Heb ik wel een beetje... Ja, onhandig neergezet. Laat ik het daarop houden. Hij staat een beetje onhandig. Maar dat geeft niet, want we kunnen het gewoon netjes afmaken. Dit komt af. Ik ben benieuwd hoe ver we komen in deze aflevering. Maar ik ga voor het einde. Ik doe mijn best. Laat me eventjes weten of jij al de DLC pack gekocht hebt. Oftewel de Airport DLC. Maar voor de mensen die het nog steeds niet weten, hij is een tientje. Dus als je het leuk vindt of leuk lijkt en je denkt van nou,
wil het eigenlijk ook wel proberen. Dan kun je hem kopen voor een tientje. Althans, dat is wat ik ervoor heb betaald, dus ik denk dat hij nog steeds een tientje is. Maar het is leuk. Vooral dit. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin hoor met deze klus. Ik vind het ontzettend leuk. Je kunt er lekker veel verschillende dingen doen. De landingsbaan werd een beetje boring, want dat moesten we twee keer achter elkaar doen. Maar dat hebben we achter de rug. Dat hoeven we niet meer te doen. Nou ja, met dit spel weet je het nooit, maar daar raak ik even niet van uit dat we dat nog een keertje moeten doen. Ja, iets hoger. Daar gaan we. Nummer 4 van de 6. En dan krijgen we alweer bijna het einde van deze fase. En dan zitten we toch alweer op 70%, jongens. Dit gaat hartstikke goed. We zijn hartstikke goed bezig. En ik praat natuurlijk gewoon in de we-vorm, want we doen het samen, hè? Wij. Gewoon lekker als kijker ook. Is toch leuk? Lekker meekijken. Je doet gewoon mee. Het is gewoon we. Yes, deze gaat ook zakken. Ja. En dan komt de laatste alweer, jongens. Het is zover. En dan denk ik dat we hierna de wanden kunnen gaan doen. Dat we kunnen gaan beginnen althans met de wanden. Dat hoop ik eigenlijk een beetje. Maar dat is ook een beetje een gok. Maar we zitten op 70%. Dus ik denk dat we daar wel aan toegekomen zijn nu. Ja, ik hoef het niet per se te draaien. Kijk, hoppatee. 76.000, jongens. Ja, we hebben de 4 miljoen euro, jongens. Kijk eens even boven mijn hoofd. 4 miljoen eurotjes. Daar kun je een hoop van doen. Oh, als ik dat in het echt had gehad. Daar had ik hele leuke dingen mee gedaan. Nou, hele slimme ideeën eigenlijk heb ik daarmee. 4 miljoen euro. Wat zou jij doen met 4 miljoen euro? Laat het even weten in de comments. Dat vind ik ook wel leuk. Ik zou investeren in huizen. Of in constructies. Of weet ik veel wat. Ik zou investeren. Pallet met metalen elementen, pallet met metalen golfplaten. 5 keer metaal en 3 keer golfplaten. Nou, laten we eens even kijken of we dat kunnen bestellen. 5 keer metaal, waar is dat ook weer? En wat was dat andere dan ook? Ik vergeet altijd de tweede. Waarom vergeet ik dat, dit? Was het nou 3 keer? Ja, 3 keer. Ik vergeet het elke keer gewoon. Oké, maar ik heb het nu wel goed. Yes, daar gaan we. En daar ligt het alweer helemaal ready voor ons. En dan kunnen we weer lekker met de kraan gaan werken. Moet ik even mijn camera draaien? Yes. Als jij trouwens van horror streams houdt. Of van... Sorry, horror games houdt. Ik heb laatst een streampje gedaan. Ja, ik ga ook soms live. En daar heb ik ook een horror streampje gedaan. Dus als je dat leuk vindt, kun je dat ook terugkijken. Staat allemaal onder mijn live tab. Dus kun je al mijn livestreams terugkijken. Ik heb de afgelopen tijd best wel veel gestreamd. Dus ja, als je dat leuk vindt. Wat zit ik nou in godsnaam te doen? Dit moet helemaal niet hier. En ook niet daar. Het moet gewoon bij die betonmixerpomp staan. Jongens, ik zit weer niet op te letten. Maar ja, nogmaals, als je dat leuk vindt. Kijk het gezellig lekker terug. Het is altijd heel gezellig in de streams. Ik probeer elke dag te streamen, maar dat lukt me natuurlijk niet altijd. Soms ben ik even een paar dagen offline, soms ben ik ineens een week online. Je weet het nooit meer bij, dus kijk eventjes dan. Rond 5 ben ik altijd online, tot een uur of... ja, tot een uur of 7:30 of zo. 7 uur. Dus als je dat leuk vindt, kun je gewoon tijdens het eten even komen kijken of zo. Altijd gezellig. Deze die komt daarnaast. Yes. Ja, het is nou wel een beetje manoeuvreren tussen de machines door. Ik heb er vertrouwen, jongens, in deze opdracht. We gaan het gewoon klaren. Nou, dat heb ik vaker gezegd. En dat duurt het toch wel langer als dat je denkt, hoor. Want er kan heel veel in, hoor, in de 30%. Yes, dat is hem. En dan krijgen we nu de pallet met metalen elementen. En dat gaat dus op die hoeken van... ja, op de hoeken van het plateau, zeg maar. Even kijken of ik goed zit. Nog heel iets lager. Juist, hier zo. Hartstikke fijn. We zien mij ook zitten. Zie je dat in de cabine? Dat is wel vet. Ik heb trouwens nog niet de duurste kraan gekocht. De torenkraan. Die heb ik geloof ik niet. Yes, dat is nummer 1. Ja, we moeten wel wat neerzetten nu. Dit duurt eventjes. Maar dat geeft niet. We hebben de tijd. Oh, dat draaiende beeld vind ik niet fijn. Ja, voor de mensen die het niet weten, ik heb best wel veel last van vertigo. En dan denk je, wat de fuck is vertigo nou weer? Nou, dat is als je zeg maar gewoon 24/7 duizelig bent.
En als ik dan zeg maar game, dan kan ik zeg maar een aanval krijgen en dan kan ik gewoon niet meer lopen. Zo duizelig ben ik dan. Of ik krijg motion sickness van spellen, dan word ik gewoon heel misselijk of zo. En dat is heel vervelend. Maar ik heb het met dit spel bijvoorbeeld veel minder als dat ik bijvoorbeeld een horrorspel speel, weet je wel, first person echt. Daar heb ik dan veel meer moeite mee, daar moet ik echt van bijkomen. Dus ja, als ik dan zeg maar niet online ben met mijn stream, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ik me gewoon niet lekker voel. En dat kan verschillende oorzaken hebben, misschien omdat ik 's middags een video heb opgenomen en dat het gewoon niet heel lekker ging. Dat ik toch duizelig werd of toch misselijk werd en dan, ja, dan heb ik niet zo heel veel zin om dan 's avonds te streamen. En daar wordt het ook niet leuker op. Weet je, het is niet leuk om misselijk te zijn. En het is ook niet leuk om mij misselijk te zien. En ik word ook niet gezelliger op. Dus dan denk ik van, joh, dan sla ik liever een keer over. Weet je wel? En dan kom ik misschien de volgende dag weer online. En dan is het gewoon leuk en gezellig. Snap je? Dus zo doe ik het een beetje. Ik moet natuurlijk ook een beetje mijn draai vinden in alles. Want, oh shit, ik ga veel te ver. Ja, ik moet gewoon even mijn draai vinden. Overal aan wennen. Ik heb zelfs medicijnen, maar die kan ik nu ook niet krijgen even. Dus ja, het is een beetje allemaal moeilijk. Maar ik heb nog geen één video overgeslagen volgens mij in mijn hele YouTube carrière, of hoe ik dat ook moet noemen. Ik heb nog geen één video overgeslagen, dus ik ben, ja, ik mag trots zijn op mezelf. Ik zit er soms ook van te kijken hoor, dat ik denk van, jongen, hoe doe ik het soms in godsnaam? Dan mag ik best wel trots zijn op mezelf, dat ik dat toch gewoon doe elke dag voor jullie. En ik vind het ook gewoon natuurlijk ontzettend leuk om te doen, weet je. Dus ik denk dat dat een hele grote motivatie is hoor, om dat te blijven doen. En ik vind gamen natuurlijk gewoon heel leuk. En het is het waard, weet je. Als ik zeg maar na een video gewoon misselijk ben of zo, dan denk ik ook wel eens van, ja, weet je, het is niet, het is het gewoon waard allemaal. Het is gewoon leuk. Ik vind het ook gewoon leuk om mensen gewoon een lach op hun gezicht te toveren met mijn video's. Als me dat lukt, dan ben ik al hartstikke blij. Daar gaan we, jongens. Het is de laatste. Je gaat helemaal achter in de hoek. Yes, zakken met dat ding. Zakken, zakken. Daar komt hij. Hoppatee, dat was hem. Dan gaan we uitpakken, of niet? Nee, we gaan niet uitpakken. We gaan wat anders doen. Ik ga even deze... Ah, dat was niet helemaal de bedoeling. We gaan in de betonmixerpomp. En dan gaan we deze eventjes opnieuw vullen met wat lekkers. En dan gaan we, dan gaan we storten. En dan gaan we die zuilen doen. Dat is namelijk de opdracht. En dan hoop ik dat ik dat red. En dat red ik. Ik ben trouwens ook bezig met een nieuwe camera. Want ik heb al een tijdje op het oog om een spiegelreflexcamera of een compacte camera te gaan gebruiken voor mijn volgende video's. Of komende video's moet ik zeggen, in de toekomst. Dus daar ben ik ook mee bezig geweest en ik heb er ook eentje gevonden nu. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken, want het schijnt nogal een dingetje te zijn met OBS en weet ik het allemaal. Dus ja, dat wordt nog wel een beetje spannend, want het is allemaal niet goedkoop. Dus ik hoop dat dat allemaal werkt, naar behoren. Maar dat gaan jullie vanzelf allemaal zien. Maar ik ben er wel blij mee. Ik heb het namelijk allemaal besteld vandaag. Waarschijnlijk niet voor jullie vandaag, want deze video komt natuurlijk iets later online. 2 dagen later als dat het nu is. Ik moet trouwens even dit verstellen. Juist, even een andere plek. Maar ja, dan komt er dus betere kwaliteit video op het kanaal. En dat is ook wel fijn. Ik heb niet de duurste camera genomen hoor. Maar het is wel weer een opstapje. Yes, ik ga even naar achteren. En dan gaan we hem weer in de andere stand zetten. Ik ga dit niet skippen, want dit is wel te doen. Ik kan hiermee leven. Ik denk dat ik hem zo meteen weer moet verzetten trouwens. Ja, ik denk het wel. We gaan niet bij die achterste cel komen. Wat is dat nou weer? Wat is hij nou weer raar aan het doen? Het is weer zover. Nee, kom op. Werk mee. Juist, zo ja. Waar is de muziek? Waar is de muziek van het spel? Waar is de muziek? Nou goed, we gaan gewoon lekker verder. Deze is ook gevuld. Hoppatee. Yes. Ja, daar gaat hij. Uh-oh, hij is leeg. Stort er aan uit. En daar gaan we weer.
Ja, ik denk dat we die laatste cel net niet gaan redden, jongens. Dat zou erg jammer zijn. Maar dan ga ik hem toch verzetten. Ja, kijk maar. Ik red het weer net niet. Oh, ga ik het wel redden? Dit meen je niet. Kijk dan. Hoe is het mogelijk? Echt ongelooflijk gewoon. Het is echt ongelooflijk. Oh, wat heb ik een hekel aan dit. Nooit is het goed genoeg. Nooit. En toen was het donker. Hou ik ook niet van. Yes, die is klaar. Nou, dan gaan we maar weer resetten. Rijstand. 1 centimeter moest ik nog. 1 centimeter. Hij vertikt het gewoon. Nou. Ja, storten. Boven met dat ding. Werklichten maakt geen reet uit, want we hebben licht volgens mij. Ja, we hebben licht. Nou, daar komt hij hoor. Onze cementslurf. Daar gaat hij, jongens. Kom op. Laten we dit eventjes netjes kunnen afmaken. Kom op. Dat meen je niet. Ik zie weer wat zuilen ontstaan. Oh, dat doet hij zelf. Dat is fijn. Nee, dat is niet waar. We moeten er nog 2 doen. Hè? Waar komen die nou ineens vandaan? Oh, ik denk al. Oké, we gaan uitstappen. Dan gaan we eens even kijken wat we gaan doen. Steunbalk bevestigen. Nou, ik ben benieuwd waar we dan weer achter... Oh ja, kijk. Oh ja, dat is natuurlijk voor de wanden. Kijk, dan gaan we omhoog terwijl we kijken naar de volle maan. Dat is wel mooi aan dit spel. Er zitten wel details in dit spel, hoor. Zeg maar die volle maan. Weet je, het hoeft allemaal niet. Het heeft geen reet te maken met bouwen, maar ze hebben het wel erin gezet. En ik zit vast. Ik ben aan het vliegen. Hallo? Spel, alsjeblieft. Oké, dat kan ook. Ik was eventjes geglitcht. Daar gaat hij. Nummer 2 of 3, wat is het? Ja, dankjewel. Oh, dat vindt mijn hoofd echt niet chill, dat lopen. Maar goed. Kijk, dit ook. Weet je, als het beeld zeg maar dat doet, wat hij nu doet. Dan denkt mijn hoofd error. Dat kan niet. Ik voel dat niet in mijn lichaam. Valentino, je wordt nu misselijk. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Heel veel mensen vragen dat aan mij. Van ja, maar wat is het dan precies? Nou, dat is. Zie je dat? Dat beeld zo. Dat is, voor mij is dat heel vervelend. Oké, wat gaan we doen? Muursegment golfplaat. Ik denk dat we de kraan in moeten nu. Ja hoor, daar liggen ze jongens. Ze liggen al op ons te wachten. Nou, daar gaan we. Nummer 1. Ik ga even heel eens inzoomen, want anders zie ik helemaal niks. En dan gaan we maar beginnen. Muursegment golfplaat. Ja, dat is dit toch? Ja. We hebben natuurlijk ook nog die andere wanden, hè. Maar dit wordt in ieder geval de buitenkant ervan. Oh, gaat dat goed komen? Oh god. Ja, dat is hem. Nummer 1. En dan gaan we door met nummer 2. Wat gebeurt er? Die andere bewoog. Zagen jullie dat? Spoed terug. Je zag gewoon letterlijk die golfplaat bewegen. Op die andere stapel. Wat is dit nou voor raar iets? Oh wacht, er zit een ding in voor de deur. Waar moet dat? Dat moet dus daarheen. Neem ik aan. Oh, wacht even. Dit is een... Nee. Nee, dit moet niet hier volgens mij. Dit is te breed. Nee, het is daar. Yes, daar gaat hij. Hij vliegt door de lucht. Hij moet daar. Hè? Nou ja, ik zweer het je dat ik het zie. Ik wil net zeggen, what the fuck? Juist. Kijk, zie je dat? Ik denk al, huh? Er zit toch een deurtje? Nou, dan krijgen we weer een normale. Het spel is ondertussen aan het opslaan, dankjewel. Nou, deze die kan hier, dat zie ik al meteen. Hoppatee. Ga lekker snel werken, jongens. Is ook wel leuk, hoor, om het zo snel mogelijk te doen. Maar we moeten er nog wel een paar... Want aan de achterkant komen dan die wanden, neem ik. Of nou, nee, er komen ook gewoon die golfplaten. Wat is dit nou voor gekkigheid? Nou ja.
Dan komt hij hier. Dat kan natuurlijk ook. Oh god. Ja, dat is hem. Ja, dit zijn er nog wel een paar, jongens. We moeten er nog wel een paar. Dit is niet zomaar klaar. Ja, het geeft natuurlijk helemaal niet, want wij zijn professionelen nu. We spelen dit spel nou al zo lang. Ik heb hier al zoveel uren in zitten. Wij kunnen op dit moment alles. Niks is te gek. Zakken met dat ding. Hè? Soms dan registreert hij gewoon niet waar ik hem wil hebben. Dat is apart. Dat is apart. Prefabriceerde. Wat een rotwoord is dat. Echt. Geprefabriceerde muren. Ja, het is niet mijn lievelingswoord in ieder geval. Moeten we het gehuis vanaf de buitenkant of de binnenkant doen? Maakt dat uit? Nou, laten we maar gewoon vanaf de buitenkant doen. Dan weet ik zeker dat het lukt. Ja, hij mag erop. Ik ben trouwens ook nog gestopt met vapen. Ja, ja. Ik ben ermee gekapt. Dus ik rook niet meer en ik vape niet meer. Ik kreeg toen helemaal het begin van mijn video. Zoals iemand die zei van ja, waarom vape je op stream? Toen dacht ik ook eigenlijk van oh ja, dat is eigenlijk niet zo heel... En toen op een gegeven moment was ik een beetje aan het beseffen van vape. Waarom doe ik het eigenlijk, weet je? Zo boeiend is het eigenlijk helemaal niet. Dus van de week ben ik ermee gestopt. En ik heb het nog steeds niet gedaan. Dus ben ik ook trots op mezelf dat ik dat niet meer heb gedaan. Dus ik ben nu eigenlijk helemaal rookvrij. Yes. Wat krijgen we nu? Ja, we moeten ook nog helemaal die achterkant doen, jongens. Het is nog lang niet af. Ja, het is wel veel werk. Deze hangar. Of hangar, of hoe noem je dat? Ik zie dat deze daar mag. Dat is één. En zo zien we eindelijk vorm, jongens. In de hangar. We zien eindelijk de vorm van hoe het eruit gaat zien. Hoe het gaat worden. Ik vraag me alleen af wat hier komt. Een soort huisje, denk ik. Ik denk dat dat te maken heeft met die wanden misschien. Misschien is dat het wel. We krijgen ook nog een deur zo te zien. Ja, zakken met dat ding. Ja, we krijgen een deur daar. Maar nu nog niet. Ik zie hem nog niet. Ja, hierna krijgen we hem volgens mij. Nou, dit moet toch hier of wat? Hé, wat is dat nou voor iets raars weer? Hier dan. Dit meen je niet. Moet dat serieus daar? Ja, het moet hier. Oké. Okay. Ja, soms zie ik het gewoon niet goed. Je wat oplicht en niet. Jongens, ik word oud. Nou ja, oud is ook onzin. Ik ben 32 geworden. Zo oud ben ik nog niet. Ik ben niet oud. Maar ik voel me soms wel oud. Maar het is echt zo wat ze zeggen hoor, met spelletjes en zo. Als je ouder wordt, wordt het allemaal moeilijker en lastiger. Het is echt waar. Ik had echt niet verwacht dat dat zo zou zijn, maar... Oké, deze gaat hier. Yes. En dan krijgen we er nog twee. En dan zijn we hier eindelijk mee klaar. Blijf leuke muziek wel. Godzijdank is het niet irritant. Anders ben je nog lang niet jarig, want het is gewoon heel veel werk en je zit best wel veel in het spel. En het zijn ook best wel dezelfde nummertjes, maar ze zijn gelukkig niet irritant. Oké, dit is het laatste stuk, jongens. Daar gaat hij. Yes, en dan krijgen we nu de wanden. Daar was ik al bang voor. Maar we gaan gewoon door. We zitten op 84%. Heb ik dit trouwens opengemaakt? Volgens mij niet. Wat ik trouwens ga doen... is niet dit. Hé? Waarom kan dat nou niet? Oh, ik denk al. Ik wil even naar de ochtend toe. Want ik wil dat gewoon even lekker in daglicht doen. Ik haat een nacht in de spel. Ik weet niet waarom dat is, maar... ik vind het gewoon leuker om het in het daglicht te doen.
Nou, daar gaan we. We gaan zakken. Hoppatee. En dan gaan we beginnen met de wandjes. Wat is dit? Zit hier een raam in of een deur? Ja, er zitten zelfs twee ramen in. Waar mag deze staan? Volgens mij is dat deze, maar dan moet ik hem even draaien, geloof ik. Oh nee, het hoeft niet per se. Oh, ik dacht dat je altijd moest draaien, maar dat is dus niet het geval. Het hoeft niet per se, jongens. Of misschien is dat omdat ik op de omvang op normaal heb staan nu. Dat ken natuurlijk ook nog. Dit is trouwens één pakket. Hadden we nou alle tweede pakketten? Ik zie niet het tweede pakket liggen. Hè? Heb ik maar één pakket meegenomen op die oplegger? Dat kan ik me niet voorstellen eigenlijk. Waar moet deze dan? Oh, wacht even. Die moet hier. Juist. Ja, ik zie dat andere pakket niet staan. Nou, dan heb ik het niet meegenomen dan. Vreemd dat ik dat niet heb gedaan. Wat gebeurt hier nou? Soms is het echt heel lastig om te zien. Ja, daar gaat hij. Maar ik zie dat we aan de binnenkant ook moeten plaatsen. Zie je dat? Zie je dat? Bij de hangar, zeg maar. Die kant. Die muur. Nee, oh, ik had hem gewoon, maar ook weer niet. Ja. Mooi, dat is die. Ja, dan moeten we toch nog een keertje gaan rijden, jongens, met de trekker. Denk ik. Ja, rijden, snel reizen. Voor mij dan snel reizen. Ja, we gaan hem laten zakken. Daar komt hij. Dank u wel, dank u wel. En waar gaat deze dan? Oh, die mag er gewoon naast, denk ik. Ja, ik denk dat die er gewoon naast kan. Yes, dat is hem. En dan ben ik toch even benieuwd. Waar nou dat andere pakket is? Ik kan me dat even niet herinneren, jongens, of ik dat heb gekocht of niet. We gaan even dit weghalen. Maar ik denk het niet dan. Ik denk dat ik hem dan nog moet kopen. Ja, we moeten nog vier wanden gaan plaatsen. Ja, ik heb ze er niet afgehaald. Ik heb er dan maar eentje gekocht. Nou, dan gaan we weer naar de fabriek toe. Enter. Bouwmateriaal. Nee, wacht even. Wacht eens eventjes. Ja, kijk, zie je dat aantal pakketten 1? Dus we moeten er nog gewoon een keertje heen. Nou, dan gaan we dat maar doen. En dan gaan we ons laatste pakket ophalen, jongens. Het is zover. En ik ben aangekomen. Het kostte me weer een beetje geld om hier te komen. En ik zit er nu op 3,9 miljoen. Dus ja, die 4 miljoen is weg, helaas. Maar ik denk dat dat nog wel terugkomt, hoor. Dik. Goed, we zetten eventjes de Scania neer. En dan gaan we hierheen lopen. Het hoeft niet per se, maar... Yes, dan gaan we dit even kopen. Pakket inladen. En dan zou die op onze vrachtwagen moeten staan. Yes, daar is die. Kijk eens hoe mooi. Hoppatee. Nou, dan gaan we terug naar het vliegveld. En dan denk ik dat we het af gaan maken. Dat hoop ik althans. Ja, daar ben ik. Voor de mensen die nog steeds aan het kijken zijn, dankjewel. Ontzettend leuk dat je nog steeds aan het kijken bent. Dat waardeer ik echt enorm. Ontzettend leuk ook. Yes, we zijn aangekomen. Nou, dan gaan we in het kraantje. En dan gaan we de boer er even afhalen. En dan denk ik dat we alsnog het plafond moeten doen. Ja, deze die komt dan... Laat ik hem even wat dichterbij zetten. Ik had hem net natuurlijk daar. Laat hem even hier neerzetten. Juist, zo ja. Even uitstappen. Gaan we even ontgrendelen. En dan gaan we de laatste wanden neerzetten. Het is zover. Yes. Zin in. Het is ook altijd wel leuk om zo'n klus af te maken, weet je? Nogmaals, ik weet niet of het deze aflevering lukt. Als we het dak moeten doen, dat wordt lastig. Dat is heel veel werk ook. Waar mag deze? Ik zit helemaal raar met mijn camera, juist. Dat is één. Kijk, nu hoeven we minder ver als wat we net hadden. Nou, het valt wel mee.
Yes, dat wordt nummer 2. Wat is dit? Is het een deur? Ja, volgens mij wel. Ja, dat is die helemaal daarachterin. Daar gaat hij. 1, 2. En die zit ook op zijn plek. Het kan best zijn dat we nog een keertje pakketten moeten hebben, hoor. Ik heb geen idee. Je weet het nooit met dit spel. Ja, je kunt natuurlijk gewoon in de... Hoe heet dat? Klus... Hoe noemen we dat? Je kunt het gewoon zien wat je precies moet doen, maar... Ik vind het altijd wel gewoon leuk om vanzelf te zien wat we moeten doen. Ik onthoud allemaal niet wat we moeten doen. Yes. Oh, ik had hem al. Ja, daar gaat hij. Nou, daar komt hij, jongens. We gaan zakken. And that's it. 104 of 143.000 euro, jongens. Pallet met metalen golfplaten, plafondcomponent. 3 keer stalen onderdelen afleveren. Zie je dat? Pakket, we zijn nog lang niet klaar, jongens. Het is nog een hoop werk. Maar we zijn goed bezig. We hebben de tweede landingsbaan geplaatst. We zijn bijna klaar met de hangar. Ja, het is ontzettend leuk, jongens. Ontzettend leuk. Jongens, beste meisjes, beste dames en heren, iedereen bedankt voor het kijken. Ik hoop je te zien bij de volgende aflevering. Vergeet niet even te liken en te abonneren als je het leuk vond. Nogmaals, dankjewel voor het kijken en ik hoop je te zien bij de volgende. Tot dan, doei doei.